voor hun die hun waarheid spreken. Ik denk als je er al even mee bezig bent, dat je wel door hebt dat er mensen om je heen in één keer doen alsof jij denkt dat je maar de waarheid van alles weet. Niet snappen dat je jouw waarheid aan het verkondigen bent. En het feit dat mensen zich aangevallen voelen door de woorden die jij gebruikt. Ik ga er gewoon vanuit dat als je op een hoger bewustzijn leeft, je throatchakra begrijpt en begrijpt waarom je de waarheid spreekt. En dat het niet is om andere mensen een ongelijk te geven of zo. Dat het niet is omdat jouw mening beter is of zo. Maar dat wat je waarneemt, ja, dat spreek je uit. En dat wat je voelt en gedachten op hebt, ja, de gedachten hebt losgelaten, waardoor je dat die gevoelens begrijpt. Dat uitspreken. Uiteindelijk is dat wat je spreekt, dat is niet alleen geluid, dat zijn echt frequenties. En die frequenties die draag je over en je ontvangt frequenties. Die frequenties, dat spraken wat naar jou toe komt, dat vang jij op. En jouw gedachten, gevoelens en de emoties, vooral die emoties die daarbij zitten. Dat wat komt, die vibratie, die woorden. Jouw lichaam komt en het is niet leuk. Je wordt er verdrietig van, of je bent op je teentjes getrapt, of je wordt er heel erg boos van, of je wordt huilerig of zo. Jij kan niet bepalen wat andere mensen tegen jou zeggen. Ja, dus natuurlijk, je kan ook niet zomaar voor iedereen maar weg blijven lopen wanneer ze iets zeggen waar je het niet mee eens bent. Of als er kritiek komt, of als er een spiegel voor je gehouden wordt. Maar wat jij met die emoties doet, kan je dat op gevoelens houden en kan je het bij jezelf houden erover na te denken waarom je je zo voelt. En dan kan je vanaf daar gewoon bepalen waarom zou je überhaupt luisteren naar diegene of. Maar jouw eigen woorden, die zijn nog veel belangrijker. Want alles wat jij uitspreekt, of je het nou naar iemand geeft of niet. Jij zendt ook frequenties uit. Jij bent ook. Dus ik kan dit niet. Nee. Je wil het niet, omdat je niet weet hoe. Maar zeg dat dan gewoon. Ik kan het niet. Je kan alles wat je wil. En zo zijn er meer voorbeelden dat je echt moet nadenken wat je zegt. Je moet echt positief en alle mogelijkheden die zijn er. Maar je moet jezelf niet gaan beperken met. Door de dingen uit te spreken. Dit hier, oh, is een wapen van ons. En dat, als je met je liefde en met je mededogen bent, dan kan je hiermee helen en mensen inspireren. Maar je hebt ook die spiegel daarvan, die andere kant. Je kan het ook als een slecht wapen gebruiken. Mensen hun zielen. Hun gevoelens aanvallen naar mij. Maar als jij weet hoe je het moet gebruiken, dan weet je ook hoe je die, als het tegen jou gebruikt wordt, wat je ermee moet doen. En dat is door niet met de emoties terug te reageren, maar je gevoelens en je gedachten en dingen begrijpen en jezelf snappen en weten waarom die emoties en die gevoelens zo komen.